One time. Ik ben al helemaal klaargemaakt. Ik werk gewoon thuis vandaag. Het is woensdag, maar mijn rooster is veranderd. Dus ik werk vandaag ook. Ik heb vanmiddag, ik heb een kort dagje trouwens. Ik werk maar tot 3 uur, heel fijn. En daarna heb ik mijn eerste afspraak, mijn eerste laserafspraak bij Folk Clinic. Het zit in Amsterdam. Ik ben super benieuwd. Ze hadden mij benaderd. En ik wil al zo lang laseren. Echt al zo lang. Jullie hebben geen idee. Dus vandaag de eerste behandeling. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan mijn oksels doen in de whole bikini area. Ik ben benieuwd of het pijn doet. Hoe lang de behandeling duurt. Volgens mij hebben we 1,5 uur ervoor ingepland. Ik heb vroeger, toen ik echt 15, 16 was, heb ik ooit een keer gelaserd. Samen met mijn zus en een paar vriendinnen gingen we toen naar zo'n kliniek in Amsterdam. En ik zag echt snel verschil. Maar op een gegeven moment begon het echt pijn te doen. Dat was echt niet normaal. Toen dacht ik echt, ja, laat maar zitten. Dus toen zijn we ermee gestopt. En naarmate de tijd verstreek, ja, begon alles gewoon weer te groeien helaas. Dus, spannend. Exciting. Verder, na de laserbehandeling ga ik terug naar Almere, want we gaan bij Samika eten. Ze gaat lasagne maken. That's about it for today. Ik sta heel leuk te kletsen hier, maar ik moet opstarten. Ik ben op station Almerepoort. Ik wacht tot Samika hier is. Die kwam ook vanuit Amsterdam. En ik wacht ook totdat Kisha hier is, want zij brengt Nino naar mij toe. Dan gaat zij sporten. En dan gaan wij bij Samika eten. Ik weet niet wat er hier aan de hand is. Anyhow. Samika komt uit de trein daar. Kisha die brengt Nino daar. En dan pakken we hier de bus. En ik dacht vanmiddag dat het een goed idee was om zonder jas de deur uit te gaan. Omdat de zon heel erg scheen, maar het is gewoon fris hoor nu. Dus dat was niet een hele slimme keus. Maar gelukkig hoef ik niet met het openbaar vervoer naar huis straks. Dus deze kou is maar voor even. Oh ja, ik heb dus een laserbehandeling gehad net. En het ging echt goed. Het was heel snel gedaan. Het deed ook niet super veel pijn. Het was niet pijnloos. Je voelt wel van die prikjes. Maar volgens mij, die laser is zeg maar warm. En dan blazen ze met koude lucht direct erop. Waardoor de pijn dus heel erg verminderd wordt. Want het voelt gewoon als kleine prikjes. Maar het was echt een stuk minder pijnlijk dan waxen. En dat heb ik ook overleefd. Dus over 8 weken heb ik weer een nieuwe behandeling. Die vrouw die me hielp was ook heel aardig. Echt een hele leuke dame. Dus over 8 weken weer. Dat zal in mei zijn. Het is altijd wel even een heel proces. Want tussen de behandelingen moet je ongeveer 8 weken wachten. Dus dat. En we gaan 6 behandelingen in totaal doen. Zoiets. Dus I can't wait, jongens. Om dan weer een paar jaar haarvrij te zijn. Echt the biggest blessing in life. Ik overdrijf, maar dat maakt niet uit. Je moet hem streng zeggen. Zit.
ja. Ja, dat is maar het ook. Only about 10 to 20% of men are having sex. Yeah, goedemiddag jongens. Ik ga even snel in mijn pauze een aantal pakketjes uitpakken. Ik heb wat dingetjes besteld bij Shein, what else. En het ligt echt al ruim een week in mijn kamer. Ik heb er nog niet naar omgekeken, ik heb het nog niet gepast, niks. Ik had deze schoenen namelijk besteld omdat ik ergens naartoe zou gaan. En dat ging uiteindelijk niet door, dus ik heb er verder ook niet naar omgekeken. Maar oh mijn god, ik voel me helemaal Barbie met deze schoen. Laat me even die vieze vingers zonder nagel. Laat me even die vingers zonder nagel uit beeld houden. Maar look at this. Oh my god. Sorry, maar ik ben gewoon verliefd. Ik ben echt verliefd op deze schoen. So, je hebt ze dus ook in het zwart. En in nog een kleur. Je hebt blauw en ik denk ook rood. En ik wilde obviously zwart bestellen. Maar toen dacht ik, oké. Laat ik ze gewoon even in een gekke kleur nemen. En ja... Ik weet niet wanneer ik dit ga dragen, maar ik ben gewoon verliefd. Ik heb een maat groot, 1 of 2 maten groter trouwens besteld. Volgens mij 2. Omdat ik zoiets had van, het loopt ook in een punt en zo. Ik ga ze even voor jullie aantrekken, wacht. Hopelijk passen ze gewoon goed. Oh ja, dit zit perfect. Oh my god. Jullie kunnen het niet helemaal zien, maar oh mijn god. Oh, wat een geweldige schoen. Kiesje heeft ze dus wel in het zwart. En ik denk nu echt van oké, ik ga gek opvallen met deze laars. But I don't even mind. Oh my god. Ik ben hier zo blij mee. Ik kan niet wachten tot ik ze aan kan doen. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Dan, tweede bestelling. Deze zijn van Ego Official. Er zit een heel verhaal achter. De Yeezy Slides zijn laatst weer uitgekomen. En mijn vriendin en ik hadden ons allemaal ingelood. Ik had mijn vader gezegd loodje in, mijn moeder gezegd loodje in. Geen van ons heeft die slippers gewonnen. Oké, allemaal leuk en aardig. Ik ga niet meer dan €150 voor die slipper betalen. Sorry, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga ook niet alle moeite doen om te zoeken en te halen en kans op opgelicht te worden oplopen. Nee, sorry. Toen zag ik bij Naomi en Yara... Ik weet niet of jullie haar volgen op Instagram of op YouTube. Maar ze is zo leuk. Echt. I'm a big fan. ik volg haar dus op Instagram. En zij had een foto gepost met die Yeezy. Ik weet niet eens welk model het is. Maar het is in ieder geval die half dichte met die gaten erin. Toen zag ik dus dat ze Ego had getagd. En dat ze dus daarvan zijn. Dus toen zijn Kisha en ik gaan kijken. En toen zagen we dat ze eigenlijk soortgelijke slippers verkopen. Voor like... £15, €18, €20, ik weet het niet eens. Alle kleuren. En ik dacht, weet je, ik vind het allemaal leuk en aardig. Die Yeezy Slides voor €70. Ik had me ingeloopt, prima. Ik heb ze niet gewonnen. I could not care less. Ik haal ze gewoon lekker op Ego. Want de hele reden waarom ik deze slipper wil, is omdat iedereen zegt dat ze zo lekker lopen. En dat ze zo fijn zijn. Ze zijn zo simpel en ze passen overal bij. Dus, I don't mind dat ze niet van Yeezy zijn. Dus... Here I am, met mijn slides. En ik ben er helemaal blij mee. Volgens mij heb ik ook van deze 2 maten groter besteld. Het is wel echt een enorme slipper. Maar ik heb dus... Ik heb de nude kleur en de bruine. Dit zijn die bruine. Er staat gewoon Ego in. En het kan me echt geen bal schelen dat ze niet van die zijn. Ja, het is natuurlijk heel jammer. Maar ik heb gewoon dezelfde slipper nu. En het gaat mij erom dat ik die slipper heb die zo lekker loopt. I'm very happy. Laat me jullie laten zien. Ik zou toch gek zijn als ik voor dit €150 of €200 zou betalen. Sorry hoor. Ja. I'm so happy. Dus. Oeh. Dat wou ik even met jullie mededelen. En dat wou ik jullie even laten zien. Ik ben een blije meid. Ik ga deze eventjes ergens neerzetten. En dan ga ik heel snel... Oh. Oeh. Ik word
gebeld. Ik ga ook verder. Een hele goede morgen. Het is vrijdag en ik heb een weekend sinds gisteren. Gisteren ben ik na werk naar een Amaze gegaan. Dat is zo'n experience die je in Amsterdam kan doen. En het was echt heel tof. Het is zeg maar met allemaal lichten en muziek en zo. Ik had wat beelden gemaakt met mijn telefoon en ik vond het super leuk. Ik ben productief opgestaan vandaag. Ik heb uitgeslapen. Vervolgens heb ik een was van de lijn gehaald. Ik heb een nieuwe erin gezet. Ik ben achter mij mijn keukenla aan het opruimen. Want dat was ook echt even nodig. Ik heb wat papier uitgezocht. Omdat ik natuurlijk al een beetje aan het voorbereiden ben op mijn nieuwe kast die komt. En bureau en zo. Mijn batterij van mijn camera is leeg. Dus die ga ik nu opladen. Ik ga nog even verder rommelen hier thuis. Dan moet ik wat dingetjes weggooien. Er schoot me net iets te binnen dat ik nog iets moet doen. Maar nou weet ik even niet meer wat dat is. Ik moet in ieder geval dingen weggooien. Ik ga iets langs mijn vader brengen straks. Ik moet trainen. Daarna gaan we bij Kisha eten met de meiden. Waarschijnlijk. En daarna gaan we volgens mij naar Superclub als dat doorgaat. Dus ik moet nog even kijken wat ik aan ga doen. Dat is ook heel belangrijk. En nou, wat moest ik nou doen? Ik ben het even helemaal kwijt. Dat vind ik heel vervelend. Nou ja, het zal vast niet heel belangrijk geweest zijn. En anders schiet het me straks hopelijk weer te binnen. Even opruimen, doen. Spullen inpakken, outfit passen. Wat was dat andere dan? Ik snap het even niet. Nou ja, het zal wel. Ik ga in ieder geval dat eventjes doen. Batterij opladen. En dan zien jullie mij straks. Oké, ik ben weer een partijtje heen en weer aan het haasten. Ik... Ik ben in de stad geweest om die broek bij de Prix te ruilen. Toen heb ik wat dingetjes gekocht. Toen ben ik naar de kleermaker gegaan, moest een jurk brengen. Daarna wat bij mijn moeder langsgebracht. Nu ga ik naar mijn vader. Dan ga ik hem heel lief aankijken of hij mij wil afzetten bij de kleermaker. Want dan ga ik direct daarna door naar trainen. Het zal me niks verbazen als hij zegt, nou je bekijkt het. Let's go Kiara. Let's go, let's go. Iemand rennen, 30 seconden, voluit. Drinken. Thank you. Ja, doe voor mij mijn water. Klaargemaakt en wel. Ik ga Kisha en Ines niet filmen, want die zijn echt... Wat? Oh ja. Die zijn Ines er veters aan het strikken. And we are ready to go. Ik heb een nieuw jurkje aan. Dit jurkje is van Olux Dolls. En deze roze hakken eronder. Het is vandaag zaterdag. Ik ben met mijn broertje bij Tank Station. We zijn onderweg naar de verjaardag van mijn nichtje in Rotterdam, kinderfeestje. Ik heb 2 uur geslapen, dus dat is top. Ik heb een broodje carpaccio besteld hier. Kisha heeft alleen een water. Maar ik zei echt mijn moeder, we moeten echt bij het eerste beste tankstation stoppen, want anders ga ik niet overleven deze rit. Ik heb een mango smoothie. Na de verjaardag ga ik terug naar Almere met Kisha. En gaan we naar de arena. We gaan in de wedstrijd Nederland-Denemarken vandaag. Ik ga met Samika, Kisha gaat met een vriendje voor ons. En mijn vader gaat met mijn oudste broertje. Oh.
jongens, ik ben zo kapot van vandaag. Mijn vader is nu beneden met mijn broertje aan het wachten op mij en op Samika. Samika is onderweg hier naartoe. Gaan we met z'n allen richting het stadion. En dan gaan we Nederland-Denemarken kijken. Oefenwedstrijd. Ik heb er zin in. Ik ben dus nog nooit met mijn vader naar Amsterdam Arena geweest, Johan Cruijff Arena. En nu ben ik ook niet echt met hem, want ik zit eigenlijk niet naast hem. Maar ik dacht, het is wel heel leuk voor mijn broertje dat hij dan wel met mijn vader kan gaan. En we gaan in ieder geval gezamenlijk die kant op en gezamenlijk weg. Dus dat is wel leuk. Mijn nichtje de verjaardag. Het was in zo'n soort kids playground in Rotterdam. Het was echt een hele leuke trouwens. Het was heel overzichtelijk, heel ruim. Het was ook niet super druk vandaag. Maar ik had echt geen kracht. Ik heb denk ik 5 hele minuten met haar gespeeld. En verder zat ik echt als een zombie op die stoel. Eindelijk lekker thuis. Heerlijk. Het was een leuke wedstrijd. Het was weliswaar een oefenwedstrijd natuurlijk. Maar ja, het is toch altijd leuk als er wordt gescoord, vind ik zelf. Was 4-2 geëindigd. Ja, er werd lekker heen en weer gescoord. Dus dat was ook wel op zich spannend. Voor zover een oefenwedstrijd spannend kan zijn. Mijn zus en een vriendinnetje van ons en mijn vader en mijn broertje, die zaten dus met z'n viertjes boven. En ik zat met Samika beneden en we hadden echt hele fijne plekken. Dit was echt top. We zaten echt best wel dicht bij het veld, dus dat was gewoon heel leuk. Nu ga ik lekker slapen. Echt even slaap inhalen van afgelopen nacht. En ik moet morgen om 12:00 trainen. Dat betekent dus dat ik ongeveer wel om 10:00 zo mijn bed uit moet. Het is nu bijna 12:00. Oh, ik kan echt niet wachten. Ik denk echt dat ik binnen 2 minuten knock-out ben. Dus... catch y'all tomorrow. Oh my god. You see me in pocket of bubbles, and I need some privacy. She just said, Ines en ik zijn in Haarlem. Hi. Want ik ga even naar buiten. Ik kom eraan. Ines en ik zijn bij een tandartskliniek hier in Haarlem. Ines gaat vandaag haar Invisalign ophalen, haar beugels. Dus ze gaan hier haar tanden slijpen. Ik ben met haar mee. Ik weet niet wat er gaat gebeuren en hoe het gaat zijn. Maar we gaan in ieder geval... Maar goed, ik ben heel erg benieuwd hoe het zal gaan. Daarna mag je deze even. Oh, heel gevoelig, vriend. Ja, ik ben toch echt heel erg van het blazen. Zelfs vorige keer... Zulk lekker weer. Maar dan moet je hier zo naar links. Ja. Nee, rechtdoor. Ik moet op deze blijven. Ja, de rij is zo de garage in. Ines, de beugel zit erin. Je ziet het alleen niet, want het is gewoon zo'n Invisalign-achtig ding. Dus die legt echt heel veel pijn toen ze erin ging zetten, maar nu is het niet meer zo. We gaan even, dus omdat is het toch... open? Ja, maar ik denk wel dat je moet betalen. Doei! We zijn nu bij de Nike Outlet Sugar City. Die zit bij halfweg. Want daar, we waren echt 5 minuten hier vandaan of zo. Die deur is zeker daar. Ik denk het wel, ja. En dit is de eerste keer dat ik naar deze outlet ga. Hij is vrij nieuw, om maar zo te zeggen. Ik ben sowieso in geen tijden bij die Nike Outlets geweest. Die rijdt echt het verkeer in. Ja, ik weet het. Maar ik weet hoe ik anders moet rijden. Ik wil dicht bij de deur zijn. Oh, hier. Ja, dus we zijn nu bij Sugar City. Ik werkte dus vroeger bij die van Muiden. En ik kwam in principe ook al nooit bij die van Osdorp of Lelystad. Ik kom eigenlijk nooit bij die Nike stores. Dus ik ben heel benieuwd of ze leuke dingen hier hebben. Misschien leuke sportkleding of zo. Nou jongens, ik wist het dus helemaal niet. Het is gewoon een hele soort mini Batavia eigenlijk. Ik dacht er zat hier alleen een Nike, maar niet dus. Starbucks marketing on top, want Ines is direct verkocht. Nee, ze zijn wel heel leuk, maar je gaat dit niet gebruiken. Later. Jawel, ik ga het wel gebruiken. Ik heb toch pas zo'n witte beker hiervan. Oké, is goed. Ik wil een... Staan we nou goed of staan we verkeerd? Ik snap het even niet. Dit is een hele slechte Engels. We hebben dus pink coconut drink hier. Maar ik weet niet of het lekker is. Het is 5 euro. Ik ben echt hier. Ik zou gewoon die normale doen. Ik ga die cappuccino gewoon halen. Ja. Popular opinion. Maar
Ik denk dat ik die van de McDonald's lekkerder vind, man. Je bent gek, man. Weet je waarom? Omdat die minder naar koffie smaakt. En ik hou toch niet echt van koffie? Oh, ja, ik ben wel echt... Ja, ik vind die van de McDonald's lekkerder. One time.